Ja, een luisterlied, Daan. Wat verstaan we eronder? Nou, het is volgens mij begonnen dat dat eigenlijk een soort van vertaling was. Een hele vrije vertaling van chanson. In Frankrijk had je echt het verhalende lied. In Nederland had je dat tot op een gegeven moment wat minder. En een luisterlied is dus een verhalend lied. Brengt een bepaalde emotie over, vertelt een verhaal. Er wordt ook wel eens gezegd, een goed luisterlied is een toneelstukje in 3 minuten. In die richting moet je denken. Ja, nou is het luisterlied een lied wat eigenlijk ook prima de tand des tijds kan weerstaan. Wij hebben bijvoorbeeld Mens durft te leven, ja, onder andere van Pessui uit 1917. Daarna zingt Ramses Shaffi het in 1967. Dat gaat door. En daarna Wende Snijders in 2008. Daar luisteren we even naar. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. Een lap aan je laars, hoe een ander het vindt. Hou een hart vol van warmte, van liefde je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt, kan geen ander je geven. Zo, ja, de knetterwende Snijders met het Metropoolorkest ook nog eens even flink er tegenaan. Je merkt dan ook dat het een traditie is dat het luisterlied eigenlijk van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dit lied heel specifiek, omdat het steeds opnieuw wordt uitgevoerd door een nieuwe generatie. Het blijft dus kennelijk actueel. Ja, ja, maar er wordt ook nieuw werk geschreven natuurlijk. Ja, zeker. En waar moet het per se aan voldoen, een goed luisterlied? Ik denk dat het een verhaal moet vertellen wat gewoon echt te volgen is. En tegelijkertijd emotie overbrengen. Dus mensen moeten zich op een of andere manier erin kunnen herkennen. En als veel mensen zich erin herkennen, ja, dan kan een lied uitgroeien tot een klassieker. Ja, het hoeft dus niet alleen maar over de liefde te gaan. Juist niet, zou ik zeggen. Want als het alleen maar ik hou van jou, ik blijf je trouw is, dan krijg je een heel kort liedje of een plat liedje met veel herhaling. Ja. En dat is voor een luisterlied niet zo interessant. Nee. Toch zijn er natuurlijk ook schitterende luisterliedjes die wel de liefde als thema hebben. Ja. Frans Halsema heeft er bijvoorbeeld een. Ja, Voor haar. Ja, nou, ja, dat wou ik maar net zeggen. Ja. Voor haar. Wat maakt dat nummer zo bijzonder in jouw ogen? De eerste zin maakt meteen al nieuwsgierig. Zij verstaat de kunst van bij me horen. En dat je denkt van, waar gaat dit naartoe? Dus je wil luisteren. Maar wat ik er heel knap aan vind, gaat natuurlijk over de liefde voor een vrouw. Maar in het hele lied komt niet voor of dat een blonde vrouw is of een roodharige vrouw, of ze kort is of lang. Dus elke vrouw kun je daarin zien of herkennen. Dus voor iedereen gaat dit lied op. Ja, zullen we een stukje luisteren? Graag. En kijk. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oor. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Ja, ja, schitterend, hè? Heel, ja, ja, prachtig. En een beetje mystiek. En het eindigt dan ook met van, wie weet, een wonder uit te leggen. Want nou ja, als de liefde heel groot is, kun je geen woorden aangeven. Nee. Ja. Dat is dan toch goed gelukt, Michel maar van der Plas. Toch is, denk ik, niet elk Nederlandstalig lied een luisterlied. Of is dat eigenlijk wel zo? Nee, want een poplied bijvoorbeeld is vaak geen luisterlied. Want dan gaat het veel meer om kreten die herhaald worden en die lekker in het gehoor liggen. Kom van het dak af. Ja. Bijvoorbeeld, ja, dat is echt een kreet die heel erg opvallend is. Dan heb je een poplied. Ja. Ja. Nou, we hebben net de omschrijving gegeven van een luisterlied. Je hebt ook nog een voorbeeld van Lisbeth List, hè? Heb het leven lief. Ja. Dat vind jij ook echt een... Ja, vooral ook, het is haar op het lijf geschreven. Zij heeft met tekstdichter Han Koren even heel lang gepraat over haar leven. En aan het eind van die ontmoeting, ik heb ze beide over dit lied mogen interviewen. En toen zei Han van, nu ik weet wie je bent, kan ik ook voor je schrijven. En Lisbeth zei op haar beurt van, als ik dit lied zing, hoef ik mij in niets of niemand te verplaatsen. Want het is hoe ik denk, hoe ik voel. Ja. Dit ben ik. Ja. Ook even een stukje kijken. Ja, mooi. Heb het leven lief. Als de storm wind grond en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg
vlieg en vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief. Wat hebben we toch veel prachtige luisteraars. Ja, enorm. Ja. Wie zijn nou eigenlijk de nieuwe ambassadeurs van het luisteren? Nou, dat is een goeie. Dat is grappig, want wij keken elkaar al aan. Wij hebben afgelopen weekend in het Concertgebouw... hebben wij Jos van der Pannen dit lied horen zingen. Ja, en hij heeft bij The Voice of Holland een programma... wat toch wel gedomineerd wordt door Engelstalig lied... continu Nederlandstalig gezongen en altijd het chanson, het luisterlied. Ja. De nieuwe ambassadeur. Ja, dus zeker. We hebben een nieuwe ambassadeur. Zeker, zeker. Ja. En ik kan me ook herinneren, dat is echt schandalig niet op de naam komen zo snel... maar ze won bij Giel Beelen toen die tekst... Mike Abbott. Juist, Mike Abbott. Dat is ook toch prachtig. Ik noem dat een nieuwe klassieker. Dat is een lied wat inmiddels in ons geheugen staat gegrift. Misschien wel de opvolger van Pastorale en Het Dorp. Ja, en schitterend. Maar we hebben ook nog... we gaan nog even door... Het is een swingende meezinger, want dat is ook het luisterlied. Mannen babben. Zondags in de kerk, dan zit daar zo'n meneer. Stijf als een houten plank, met spijkers in zijn kop te krijgen in zijn mand. Een zwak laak een zwak, want ze zonder gelijk. Bang voor de duivel en bang voor zijn wijk. En zuinig als cent in het zakje doet, zo koopt hij zijn ziel weer terug. En zijn fatsoen. Dat zie je, dat hele publiek erachter komen. Ja, die kan ook nooit stuk, dus... Nee, maar dit is echt een soort filmscript. Want van begin tot het eind kun je het hele verhaal beeldend voor je zien. En dat vind ik heel knap. Het is overigens, we zien twee schilderijen in beeld. Het heeft een hele grappige ontstaansgeschiedenis. Lennart Nijg, de schrijver, ging naar het museum, het Frans Hals Museum. Zag een schilderij dat heet Malle Babbe. En dat is een oude vrouw met een uil op haar schouder. Ja. Maar hij zag ook een zigeunerin met mooie ronde borsten. En een lachje. En hij haalde die twee schilderijen door de war. Dus hij schreef eigenlijk Malle Babbe voor de zigeunerin. Maar noemde haar per ongeluk Malle Babbe. Een verwisseling van twee schilderijen. Okay. Ja, leuk weetje. Ja. Nou, de redactie heeft samen met Daan een voorlopige top 10 gemaakt. Die kunt u allemaal terugvinden op onze internetsite. Maar mist u nu een nummer of wilt u een ander lied op nummer 1? Laat het ons dan weten via de website of stuurt u ons een kaartje. Maandag 16, 23 en 30 maart, dan gaan we de top 3 live laten zingen hier in de studio door jonge talenten. Volgens mij hartstikke leuk. Ja, dus doe mee, zou ik zeggen. Kan ook allemaal via Facebook. We zijn ontzettend modern bezig.